ben een beetje klaar. Along with you, riemen vast inderdaad. Kerstvers ambassadeur van de Stichting Hoogvliegers. En Vrije Dag vandaag opgenomen. Ja. Waarom doe je dit? Ja, het is natuurlijk fantastisch. Stichting Hoogvliegers heeft een fantastisch mooi doel. De combinatie vliegen, kinderen en dan zeker in dit geval met die chronisch zieke kinderen. Ja, die combinatie is gewoon helemaal perfect. Voor mij is het een hele kleine moeite om dit erbij te doen. En het zijn allemaal vrijwilligers die hier werken. Ja, dat is gewoon fantastisch. Alleen maar glimlachende kids, dus wat wil je nog meer, hè? Ja. Ja. Nou, zelf vlieg je F-16. Dat is wat anders dan wat hier achter je staat. Ja. Maar toch? Ja, nee, absoluut. Het is wat anders. Maar met een F-16 zou je dit niet kunnen doen natuurlijk. Maar de toestellen die hier achter mij staan en hier vandaag rondvliegen, dat zijn hele leuke toestelletjes waarbij de kinderen ook echt iets kunnen zien waar het uiteindelijk het doel voor is. Gewoon lekker genieten, rustig een rondje vliegen en allerlei indrukken opdoen. En daar voldoen deze toestellen perfect voor. En dat zijn echt leuke dingen. Je bent hier voor de eerste keer nu tijdens een hoogvliegersdag. Wat is je eerste indruk? Ja, gewoon helemaal fantastisch. Nogmaals, de kinderen lopen allemaal met een dikke glimlach rond. Iedereen vermaakt zich perfect. En het is gewoon enorm leuk om te zien ook hoe de hele stichting heel fanatiek is om dit werkbaar te maken. Dus dat is echt geweldig. Je bent ambassadeur geworden. Wat ga jij allemaal doen of wat laat je zien? Voornamelijk is het voor mij natuurlijk belangrijk om de stichting een beetje te promoten. Dus gewoon wat meer kenbaarheid te geven aan de stichting. Hij is al vrij groot. Mooie website natuurlijk, de hoogvliegers.nl. Maar ook in het buitenland. We komen met ons demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht ook veel in het buitenland. Ja, en alle tijd die ik daarover heb en waar ik iets kan doen om deze stichting te promoten, dat is gewoon mooi meegenomen.